Hoi, welkom bij mijn nieuwe weekvlog. Deze week zien jullie het vervolg op de afgelopen week. Dat is meestal zo, maar toen ging onze vakantie niet door. We gaan dit keer iets anders leuks doen in plaats van naar Guam. We laten de pret niet drukken. Het is wel iets heel anders, maar ik beloof dat het heel erg leuk wordt. We zijn dus nog steeds op het vliegveld. Dave is het nog steeds aan het proberen. In de hoop dat het dus wel gaat lukken. Maar ik weet wel 99% zeker dat het niet gaat lukken. Dus we hebben een hele dik gepakte koffer. We staan in Busan. En Dave is 3 dagen vrij. We hebben geld in het water gegooid. Wat gaan we nu doen? Geen idee. De feeststemming zit er al niet meer echt in. Maar ja, met al die zwembroeken ingepakt en al zo 's avonds laat op mijn weg, weet ik dus niet wat we gaan doen. Dus of we gaan naar Busan, of we gaan dus gewoon weer een dik uur naar huis. Ik ga eens eventjes polshoogte nemen. Nou, Dave heeft nog even op het allerlaatste moment geïnformeerd. En Dave kan dus wel gaan als hij zou willen, want hij heeft een werkvisum hier. Maar wij natuurlijk nog niet en we zijn niet getrouwd en Rio heeft mijn achternaam, dus wij zouden dan niet mee kunnen. Dus hij zegt, ja, natuurlijk ga ik niet zonder mijn gezin. Die vrouw zegt, je zegt net 3 jaar geldig. Ja. Je bent vorig jaar ook naar Amerika Ja, geweest. Maar ik heb een nieuw paspoort. Ja. En Rio heeft er natuurlijk nog geen. Laten we Rio hier. Je moet hem dus ook weer, had ik net al gecheckt trouwens. Als je een nieuw paspoort hebt, dan moet je dus opnieuw ESTA aanvragen. En ik heb een nieuw paspoort, want de mijne was verlopen. Dus dat zat er ook niet in. Dus ik zei al net tegen D. Misschien wel goed om gewoon, want hij heeft er eentje aangevraagd. En het kan dus zijn dat je dan binnen 30 minuten zelfs goedkeuring krijgt voor een ESTA. Alleen het kan ook 72 uur duren. En er gaat maar 1 vlucht per dag. En het heeft maar 3 dagen vrij, dus dan missen we een dag. En om dan zo'n reis af te leggen, ik weet het niet. Ik ben wel altijd van de spontane dingen. Dave ook, maar het is misschien wel iets te fanatiek, hè, Riotje? Die is nog wel vrolijk. Het is hartstikke laat. Dave en ik hadden vandaag een soort van beetje een depri dagje. Het regent de hele dag in Ulsan en onze vakantie is niet doorgegaan. Maar we konden er net ook wel weer smakelijk om lachen, omdat het wel weer iets typisch voor ons is. Het is nu bijna 9 uur 's avonds al. Alleen we zaten nu op de bank een beetje van, wat zijn we hier nou eigenlijk in godsnaam aan het doen? Laten we even een frisse neus gaan halen. Dus we hebben Rio in de wagen gepakt en we gaan eventjes nog wat eten. Ik had eigenlijk net besloten dat een bak chips mijn avondeten zou zijn. Dus ik zit eigenlijk wel aardig vol. Maar Dave heeft nog wel wat trek. Zo'n grote man kan daar natuurlijk niet op teren. Ik was eigenlijk meer voor om even lekker een ijsje te halen of zo. Nou, Rio is echt super vrolijk. Echt, die heeft onze depri-dag niet meegekregen. Hier is die. Hey! Dag Knoffie! Nee, dus we zijn nu niet echt meer depri. En we hebben dus net besloten dat we hoogstwaarschijnlijk morgen eventjes naar Seoul gaan. Omdat we er dan toch nog eventjes uit zijn en een gezellig weekje van maken. Ik ga een stuk, we hebben weer een pakketje, maar we weten dus nooit hoe dat ding open gaat. Dus Dave heeft de conciërge opgetrommeld, maar die kan alleen Bluetooth zeggen. Bluetooth betekent dat. Dus we hebben hem even hier mee naartoe genomen. Hij spreekt echt voor geen woord Engels. Maar hij is wel heel vriendelijk. Dat is zo grappig, als je niet kan communiceren, dan zie je wel toch dat iemand vriendelijk is. En kan je toch nog een soort van communiceren. Moeten we even wachten van papa hier. Papa, Bentley kopen? Oh, nou, geen sleutel erbij. Jezus, je kon ze gewoon in de brievenbus gooien. Lijkt me gemars. Wat voor moeite. Ah, mooi boekje voor op de keukentafel. Yeah. Papa, geen Bentley. Nou, dan maar dus naar het Japannetje, want papa heeft nog honger. Nou, op maandag is ook veel dicht.
Maseo. Dit is een van mijn favoriete winkeltjes. Ik vind die pet leuk, schat. Voor jou? Ja. Nee, niet voor jou. Ik zie het al voor me. David, deze luipaardpet. Dan kan je hem echt oprapen. Wij zijn nu onderweg naar het treinstation, want we gaan naar Seoul toe. Dave en ik hebben lekker uitgeslapen, een beetje afgewisseld met die kleine. En gaan er vandaag een gezellig dagje bij maken. Dat betekende dus wel dat de koffer die nog in de gang stond, dat ik die in no time ineens moest herpakken. Want er zaten natuurlijk allemaal zwembroeken in, korte mouwen, dunne jurkjes. Oké, we worden bijna aangereden. Dus ik moest de koffer herpakken. Dus nu zitten er kooltruitjes in en lange broeken, laarzen. Want in Seoul is het zelfs altijd nog eventjes iets kouder als in Ulsan. Ik denk dat het daar nu zo rond de 18 graden is. En in Guam was het natuurlijk 32 graden. Dus het is wel een aardig verschilletje. Rio is heel erg lief. Die loopt weer een beetje te kwijlen in verband met zijn tandjes. En die heb ik vandaag voor het eerst een spijkerbroekje aangetrokken. Wat mooi. Hij is van het merk Dirkje en hij is echt super zacht. Daarom vond ik het niet heel zielig om hem aan te doen. Daar merkte niks van. Hij is een heel zacht, leuk, lekker broekje. We zijn dus op het station van Ulsan. En over iets meer dan 20 minuutjes vertrekt onze trein al. We gaan met de KTX, daar gaan we meestal mee. Dat is een snelheidstrein, die gaat meer dan 305 km per uur. Dus dan zijn we ongeveer binnen iets meer dan 2 uur in Seoul. Dus dat schiet lekker op. Rio is echt super duper lief. En lieve papa die staat koffie voor ons te halen. Het mag echt in de krant dat wij een keertje op tijd zijn. Het is echt ongelooflijk dat we nog tijd hebben voor normaal koffie te halen. Bizar. Zo hoog heb ik denk ik nog nooit gezeten. Oké, ik ga jullie dus nu de room tour geven. Het is echt bizar, we zitten dus op de 92e verdieping. Zo hoog heb ik echt nog nooit geslapen. Deze sexy man hoort er ook bij. Die kreeg ik er gratis bij. En deze lawaai-papegaai. Nou, dit is onze view. Ja, echt heel mooi. Gaan we naar de badkamer. En die vind ik eigenlijk nog het mooist. In ons nieuwe huis willen we ook marmer. Badkamer en gewoon een bad en dit is ook wel echt het bad met het mooiste uitzicht dat ik ooit heb gehad. Echt bizar. Daar ga ik wel eventjes in zitten.
En kijk, dit is dus Lotte World. Dat is een soort van Disneyland van Seoul. En daar willen we ook zeker een keer heen. Maar misschien als Rio wat ouder is. Maar daar kijken we gewoon op uit. En dit hoort er ook nog allemaal bij. Dit is dan indoor. En outdoor. Ik ben dus echt super, super enthousiast. Echt heel goed geregeld, schat. Misschien nog beter dan Guam. En we krijgen een lekker theetje van het huis. Echt heel leuk. Wat vind jij ervan, Rio? Jouw bedje komt nog, hè? Zo, we zijn even aan het bijkomen. En papa is heel goed bezig. Even alles voor me. Jawel, juist. Je doet genoeg hoor, schat. En wat ik dus vergeten ben te laten zien, is het klapstuk. Nou, daar heb ik helemaal niks voor hoeven doen. En dat is gewoon met brilverwarming. En dat trekt dus automatisch door. Hoe vind je die? Nou, kijk. En in Korea hebben ze dit dus allemaal. Dus dan krijg je ventilatie. En ik ben heel fijn, want ik zie dat hier. Ik vind het heel fijn dat alles in het Engels is. Dat heb ik nog nooit eerder gezien, dus dan weet ik eindelijk hoe het werkt. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe is dit wel echt het mooiste hotel waar ik hier in Seoul ben verbleven. Van de andere twee. We zijn nu eventjes in de lounge en gaan we een klein hapje eten. En daarna gaan we eventjes naar de mall hiernaast. En dit heeft ook weer zo'n geweldig uitzicht. Service besteld, want we waren toch een beetje moe van het shoppen. Rio die was een beetje moe, dus we vonden dit wel allebei wel een redelijk oké optie. Dus ik heb kreeftenstaart besteld en deed even lekker pasta. En dan komt het wel goed, denk ik. Ik had jullie dus nog even beloofd om te laten zien wat we nou uiteindelijk hebben gekocht. We waren eigenlijk gewoon een beetje te moe om te winkelen, dus we hebben niet heel veel geshopt en we hebben eigenlijk eerst een beetje gekeken wat er te beleven viel. We hebben allebei iets leuks gekocht bij Louis Vuitton. Iets voor de winter. Deze is die van mij. En ik heb deze ooit al een keer gehad, maar die ben ik toen echt heel suf verloren. En dan zou je denken, hoe kan je die verloren zijn? Nou, ik denk dat ik toen een jaar of 19 was. En toen ben ik hem dus in de bubbels. Als je in Amsterdam woont, ken je dat dus wel. Toen had ik hem opgehangen en toen was hij dus in ene weg. En ik zou ook wel dronken zijn geweest. Dus heel zonde. Maar ik ben zo blij dat ik deze dus weer heb. En ik heb dus heel erg getwijfeld om een dikke sjaal te nemen. Een gebreide. Of deze. Maar deze is dus ook weer gewoon leuk. In de zomer of op een jurkje. En hij is ook gewoon lekker voor in je nek in de winter. En hij past eigenlijk bij alles. Ik kan dus even niet de badkamer in. En hij staat ook niet zo leuk op mijn badjas. Maar jullie zullen hem vast wel voorbij zien komen. Maar het is gewoon echt een hele fijne sjaal, vind ik. En gewoon tijdloos. Want ik vind hem nu dus nog steeds leuk. En ik had hem al, nou, ik denk 8 jaar geleden of zo. Ik ga even laten zien welke Dave dus heeft gekocht. Ik probeer geen geluid te maken, want Rio slaapt, maar het lukt niet echt. Deze vind ik dus ook echt heel mooi. Die had ik eerst om. Die heeft Dave maar genomen. En ik ben stiekem wel blij, want dan kan ik hem pikken. Maar dit is dus een iets dikkere. En deze vind ik dus ook heel mooi. En die had ik dus ook om. In het rood. Hebben ze een hele mooie kleur rood. Dat vind ik dus ook altijd leuk. Dus
stiekem ben ik wel blij dat Dave deze heeft genomen. Wat ik nog meer heb gekocht, let op. Iets van MAC. Ik had dus een hele mooie shaper blush van NARS. Maar ik ben dus nu voor deze gegaan van MAC. En ik ben er heel blij mee. Ik had hem in de winkel net eventjes opgedaan. En een lippotloodje. De kleur is ook. En heel simpel. Een eyeliner. Ik ben echt hier super slecht in. Dus als iemand nog een goede tutorial weet, heel graag. En ik moet denk ik gewoon eventjes oefenen. Want ik heb niet zo vaak eyeliner op. Wat de lippotloodjes betreft. Ik heb dus zeg maar altijd... of nou niet altijd, maar vaak als ik weg ga doe ik dus een lippotloodje op. Heel veel mensen krijg ik de vraag van wat voor lippenstift heb je op. Eigenlijk gebruik ik geen lippenstift, dus dan doe ik een randje met lippotlood. En dan doe ik eigenlijk gewoon een beetje simpel lippenbalsem eroverheen. En ik heb een paar van Bobbi Brown en een paar van MAC. Dave is steeds mij aan het afleiden van mijn vlog. Die komt hier heel sexy aangelopen. En morgen gaat de zoektocht verder. Ik wil dus nog eventjes naar de Zara. We gaan morgen dus ook heel erg leuk naar een soort van aquarium weer. Lotte Aquarium. Lotte World Aquarium. Dave en ik zijn altijd heel erg van de dierentuin of een aquarium in dit geval. We zijn natuurlijk ook al in Busan geweest. En we hadden hier net kaartjes op de kamer liggen voor... die in Seoul. En die schijnt nog weer mooier te zijn. Dus het is wel de moeite waard om daar even een kijkje te nemen. Verder is het uitzicht echt weer super mooi. Eigenlijk wil ik even de badkamer in. Maar Rio slaapt dus daar. Dat klinkt heel zielig. Maar we hebben net eventjes, omdat we hier gingen eten, hem in het bedje geschoven. Hier achter deze deur. Zodat hij ook gewoon even zijn nachtrust, want hij werd van alles wakker. Maar ja, dan kan je dus niet Lotte World nu zien, helemaal verlicht. Maar misschien heb ik daar straks nog even de tijd voor. Nou, dat was het weer eventjes voor nu. Goedemorgen. Ik moet een beetje zachtjes doen, want kleine Rio die slaapt nog eventjes. Ik ga dus eventjes het bad aanzetten en Dave wilde het gisteren openscheuren, maar ik wil het nog even aan jullie laten zien. Dit heb ik dus nog niet eerder gezien. Ze hebben dus zeg maar teabags voor in bad. Het ruikt ook gewoon echt naar thee, maar er staat dus echt dat het voor in bad is. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik kijk zo of ik nog even een rondje kan lopen, maar dit is echt een waanzinnig ontbijt. Echt, ze hebben alles van Korean washes tot Europese dingen. Met allemaal verse shakes en verse fruit dat ze aan het hakken zijn. Gewoon waar je bij staat. Echt honing, wat echt uit zo'n soort van, ja, echt waar net bijen zeg maar vanaf zijn gehaald. Dat draait er echt zo af. Echt bizar. Zo, na het ontbijt zijn we nog eventjes lekker naar de Zara gegaan. Daar heb ik een broek en twee rokjes gekocht. En nu zijn we uitgecheckt en gaan we dus naar het aquarium. Ik ben heel benieuwd of het wat is. En Dave staat vooral te trappelen. We maken ons alleen nog een beetje zorgen om de terugreis. Want we hebben gehoord dat het hier weer een feestdag is. Hebben wij weer. Dat hebben we altijd op de een of andere manier. Maar het zal vast wel goed komen. Water was nu een mondje. Ik hou niet van deze zoete. Ik ben meer van dropjes of zo.
beetje zielig, hè? 4 meter is het. Ja, is echt niet normaal groot, maar dit vind ik wel een beetje sneu. Nou, het is echt een supermooi aquarium. Echt best wel bijzonder dat we gewoon twee beluga's hebben gezien. Ik heb gewoon twee walvissen van dichtbij die gewoon in een mol zitten. Ze zitten natuurlijk gewoon in Lotte World. Een soort hele grote bijk, hoor. En ja, we zijn er net uit en er tegenover en op dezelfde verdieping zit een soort van food court waar je allemaal lekkere dingetjes kan eten. En we kwamen naar een soort restaurant waar je kreef kan eten. En met frieten zie ik, en met mosselen, en pasta. De lobsterman. De lobsterman. Ik ben eigenlijk de mosselman. We hebben wel veel lobster hier al gegeten in die 2 dagen dat we hier zijn. En mosselen. Korea. We gaan naar het hoogste punt van Korea. We gaan naar het hoogste punt van Korea. Toevallig liepen we er langs. Ik had het al gezien dat het hier ergens was, maar we liepen er langs, dus het is wel de moeite waard om daar even heen te gaan. Oh, dat is wat minder. Seoul Sky. Ja, we hebben stiekem een beetje spijt. We weten niet wat er komen gaat, maar we moesten de wagen afgeven. En we lopen hier dus met die zware babytas. En Rio. Dat was geen goed idee. Hè, schat? Ik hoop wel dat het heel mooi is. Happy. Inmiddels zijn we dus alweer op het station in Seoul. Het was dus best wel indrukwekkend, vooral met die glazen vloer waar je er nog kon lopen. We konden er een ijsje eten. Er zat een cafeetje, een lounge, dus het was best wel heel erg leuk. Alleen met een kleintje was het gewoon wel zwaar, want die moet je dan de hele tijd tillen aangezien de buggy niet mee mocht. En Rio was best wel in beeld. Maar ik vond het wel leuk, ik had wel wat te kijken, ik vond het super mooi. Dus voor kleintjes is het ook wel leuk, alleen voor de moeders die dan de hele tijd moeten tillen wat minder. Dus daar hadden ze wel even iets op mogen vinden, vond ik. Ja, we moeten nu dus nog 40 minuutjes wachten voordat de trein gaat. Ja, schat? Die brandbluster is weer leeg. Oh, Dave moest heel nodig plassen. We gaan dus nu voor een plekje voor koffie. Zoek jij even een mooi koffie tegen. We zijn eindelijk thuis en helemaal gesloopt. Dave staat zo waar in de keuken soep te maken. Dat is het enige wat we nog in huis hadden, wat groenten en bouillonblokjes. En we hadden geen zin om weer de deur uit te gaan. Ik dacht dat Rio wel zo moest zijn om meteen te gaan slapen, want die was echt heel baldadig in de trein. Maar dit lijkt nergens op. Ik heb echt al alles geprobeerd, maar... Hij is volgens mij hartstikke moe, maar goed. En we zijn weer back to basic. We gaan boodschappen doen bij de HomePlus. En gelukkig is het in Ulsan dus ook echt super mooi weer. Dus dat voor oktober, echt bizar. Dat wist ik natuurlijk nog niet. Ik moet hier altijd alles natuurlijk nog maar zien. Omdat ik hier nog geen jaar ben. Dus ik weet helemaal niet wanneer het nou echt afkoelt. Ik heb het wel een beetje op internet zitten kijken, maar het komt niet echt overeen. Maar ja, iedereen je ziet hier dus nu ook al mensen met bubbeljassen met bont eraan. En je kan het gewoon niet vergelijken met bij ons. Want normaal gesproken met dit weer bij ons loopt iedereen een korte broek met slipper. Maar nog de laatste 5 wedstrijden komen eraan van het seizoen. Ze hebben nu 2 weken rust wat betreft wedstrijden. Hij moet wel gewoon trainen. Maar dat is dus super spannend. Want we staan nog bovenaan, maar 3 puntjes verschil.
En als kampioen worden is het natuurlijk feest. Het is ook voor Dave natuurlijk gunstig, zodat hij natuurlijk dat op zijn cv heeft. Dat hij kampioen is geworden. Voor de sfeer van het team gaan we toch een leuke vakantie hebben. Ook kan het niet meer kapot. Ik moet echt opletten steeds, want ik stop hier dus niet voor een zebrapad. Dus als over ongeveer 10 dagen denk ik dat de wedstrijd is. En dan betekent nog dat het een maand en een paar dagen is voordat wij weer naar Nederland komen. Echt bizar. Dan gaat het gewoon echt heel erg opschieten. Het huis wordt op het moment helemaal gestuukt en gedaan. Dus daar kijk ik ook heel erg naar uit. En ik vind het wel jammer dat ik niet gewoon alles zelf kan doen. Ik heb gelukkig iemand die me helpt. Dan laat ik zien wat ik mooi vind. En zij gaat het voor me halen. Suzanne. Wij zijn net terug van boodschappen doen. En ik heb deze leuke... Het is een soort boekje. Dat wist ik geen eens. Van een lieve heersbeestje. En dat kraakleuk. Gewoon bij de Homeplus. En ze hadden daar dus ook gewoon Rummy Cup. Koreaanse Rummy Cup. Maar dat zal niet anders zijn dan die wij kennen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja, dus dat is altijd leuk ook om met z'n tweeën te doen. En het duurt ook niet zo belachelijk lang als Monopoly of zo. Dus ik ben er blij mee. Verder wilde Dave een beetje gezond eten. Die is een enorme snoeierd. Dus voor de laatste 5 wedstrijden wilde hij wat power dingen. Dus ik heb van die soort van high protein power bars gevonden. En die zijn niet zo heel hoog in calorieën. En er zit dus veel proteïne in, wat dus goed is. Ananas. Nog een soort mobieltje wat geluid maakt. Is eigenlijk pas vanaf 6 maanden, maar dit moet hij wel al leuk vinden. Nou, nu al leuk. Doekjes. Yoghurtjes, kaas, wat brood voor Dave. Dus wel zoet brood. Gouda kaas hebben ze daar dus. Het zijn echt 6 plakjes of zo voor 20 euro. Dus dat haal ik niet altijd. Dat slaat natuurlijk nergens op. Gehakt. En ik ga deze dus straks proberen voor de hapjes van Rio. Dit zijn een soort slabbertjes. En ik weet dus niet of je ze dus weer kan wassen. Of wat de bedoeling is. Maar het lijkt me handig. Onze favoriete champignonnetjes. Dit zijn die... zijn Spaanse, dus die kan ik dan ook lezen. En het plaatje gaf het ook wel weer. Dus die hapjes, dat zijn nieuwe, die gaan we eventjes proberen bij Rio. Ik heb garnalen gehaald. Pasta met garnalen maken, denk ik. En wat sla. Voor mij, want ik eet geen pasta vanaf nu. Ik ga dus ook proberen tot aan de... De periode dat we naar Nederland gaan is voor kerst. Om nog eventjes wat cleaner te eten. Ik ben natuurlijk nu een paar dagen weg geweest. Dus dat is niet echt gelukt. Geen alcohol, weinig koolhydraten. En weinig suikers. Dus ja, kijken of ik dan nog eventjes een extra puntje bij kan zetten voor de kerstdagen. Als jullie het leuk vinden om mee te doen, dat kan. Dan ga ik eventjes snel meer over uitleggen wat ik dus doe aan voeding en sport. Dan kunnen jullie gewoon met me meedoen. Ik ga eventjes mijn spullen in de koelkast zetten. Dus even niet op. En meneertje is omgedraaid. Wat ben je aan het doen, Riootje? Hey, dat is knap. Het is hier inmiddels alweer avond. En we gaan dus weer soep eten. Daar hebben we gewoon steeds heel erg trek in. En het is natuurlijk super gezond. Kijken wanneer we daarop uitgekeken zijn. Ik heb altijd een hekel aan ui snijden. En Dave vindt het nooit zo erg. Dus die doet meestal dat voor mij. Hij is wel van mening dat de uien hier echt super scherp zijn. Maar daar hebben we dus een oplossing voor gevonden. Schat, je moet wel toegeven.
dat ik alles gesneden heb nu, hè? Jij hebt alles gesneden nu. Oh, okay. Het ziet er heel goed uit. Kijk eens, dit is mijn nieuwe techniek, ijs snijden. Ja, leg het eens uit. Gisteren zat hij dus een tutorial te kijken hoe je het beste ijs snijdt. Ja, kijk, dan heb je ze meteen in kleine stukjes, kijk. Hoe heb je dat gedaan, hè? Ik snij ze eerst zo. Oh, alles dat valt op de grond. Zo, eerst een paar keer zo ook insnijden, laagjes. Ja. Ben. Oh, kijk eens. En bij wie heb je dit afgekeken, schat? Geen idee. Op YouTube. Heel goed, schat. Deze mutsen zijn dus helemaal interpuntjes. Die puntmutsen. Gisteren had er dus eentje in het wit op. Beetje vreemd, toch? Lekker, hè? Is dat lekker? Dat was het weer voor deze week. Ik heb echt een super week gehad. Ik hoop jullie ook. Volgende week ga ik iets heel persoonlijks delen met jullie. Dus als jullie dat willen zien, dan moet je vooral kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Daar zouden jullie mij heel erg mee helpen. En dan zie ik jullie volgende week. Doeg!